Daar zit hij, het is me gelukt. Inmiddels staat er dus al een nieuw hek. Nou ja, die heeft echt als een kanon gedraaid. Ze zijn wel heel klein. Een van de meest gestelde vragen is toch wel, komt er een nieuw konijn? Hoi allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. En ik moet zeggen dat ik deze vlog wel een beetje gek vind, want dit is namelijk de eerste vlog die ik maak zonder Bunny. Daarom begin ik nu ook maar bij de paarden en later vandaag zal ik jullie nog even bijpraten over hoe het nu gaat. Ik ga zo lekker een rondje rijden met Uraya en ik heb een heel leuk idee met draven. Ik wil weer eens eventjes kijken hoe hard Uraya kan draven. Dus ik hoop dat de snelheidsmeter het ook gaat doen, want dan kunnen we dat even testen. Maar ook ga ik jullie bijpraten over de verbouwing op de stal. Maar eerst moet ik nog even de klusjes doen. Dus heb je zin in deze video? Doe dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Oh, kijk! De buren hebben lammetjes! Of nou ja, de buren, de schaapjes. Kijk nou, wat schattig dit! Hoe oud zouden ze zijn? Ze zijn wel heel klein. Wat heb jij een mooi koppie met die streepjes. Kijk, en daarachter een paar witte. Dit is heel schattig. Oké, ik weet niet hoe goed jullie dat zagen, want het was natuurlijk een timelapse. Maar ik was hier aan het uitmesten. Sylvia ging poepen. En toen kon ik precies die schilp onder de staart houden. Dus dankjewel Sylvia, goed gedaan. Het scheelt maar weer wat uitplukken tussen het gras. Kijk trouwens wat hier ligt in het weiland. Kijk, het is een lege eierschaal. Maar kijk even hoe groot die is. Die is echt super groot en hij is helemaal viezig. En hier liggen ook allemaal resten. Maar er zit hier nergens een nest. Dus het lijkt haast wel alsof dit is meegenomen door een roofvogel. En dat hij de inhoud hier helemaal heeft opgegeten. Of zou het wat anders kunnen zijn? Laat even in de reacties als jij weet ja, wat hier is gebeurd. Want het ziet er heel raar uit. Eindelijk klaar. Nu die nog naar hier. Oké, onze laatste weken die waren dus een beetje raar. Maar hier op stal hebben ze zeker niet stilgezeten. Want zoals je achter me kan zien, zijn de zandheuvels weg. Het landje is hier helemaal gelijk getrokken. Nadeel is daardoor wel dat de plassen wat meer naar boven kwamen. Dus het wordt nog een keertje weer echt goed gelijk getrokken. Maar die grote zandheuvels zijn dus weg. Het is half gelijk, laten we het daarop houden. En daar zo, je ziet het, is dus het hekwerk geplaatst. Het mooie houten hekwerk. Ja, wat er speciaal voor de paarden is neergezet. Het ziet er echt mooi uit. Letterlijk de vorige vlog werd de schelstal nog gesloopt en inmiddels staat er dus al een nieuw hek. En hebben we hier dus ook een prachtige poort waardoor we naar binnen kunnen. Zo, poortje weer eventjes dicht. Wauw, het is allemaal zo nieuw. Het ziet er zo mooi uit. En het hekwerk dat gaat dus ook hier zo langs de sloot. Het is een best wel diepe sloot. En trouwens, deze loods hoort niet bij de paarden. Die is van de buurman. Dus daar is nu gelukkig ook een hekwerk voor geplaatst. Ta-da-da-da. Zo, het is echt super breed. En daar verderop zit trouwens ook inderdaad nog een poort. Want daar kan dan de trekker doorheen of andere voertuigen. En het hek loopt helemaal daar tot aan de nieuwe struiken. En hier zit nog een haak, zodat we de poort ook nog vast kunnen zetten. Zo. En dan staat het hek dus vast. Want de bedoeling is dus dat de stallen in het gebouw hierachter worden omgebouwd. En dat dat de nieuwe schuilstal wordt. Nou, en toen stond ik dus ineens in de stal. Want de bedoeling is dus waarschijnlijk dat deze tussenwand eruit gaat. Zodat dit een hele grote inloopstal wordt voor de paarden. Maar voordat dat ook gaat gebeuren, gaan we eerst nog een grote schoonmaak doen met de eigenaar van Sylvia. En daar komt ook een vlog van. Want zij vond het leuk als we het gingen vloggen. Dus ja, dit gaat wel een grote opknapbeurt ook krijgen. Want oh, joh, je ziet ook hoe vies het is. Horsie porsie, ik ben klaar met de klusje. Yes. Hallo, meneer? Heb jij er zin in? Kom maar. Oh, ja, daar komt hij. Oeh, met één hand. Dat doen we even, hoor. Goed zo, ga je mee, jongen? Ja, het gras is lekker. Ik weet het. Jullie kunnen ook weer lekker het hele weiland op. Hi, het is toch fantastisch? Echt super fijn dat ze nu echt zoveel ruimte hebben. En dit weiland ernaast is nu dus ook van de paarden. Maar ja, om ze nou zoveel gras in één keer te geven is niet heel fijn. Dus we beginnen hier. Nou, jullie zien het, ik ben een raaien aan het poetsen, maar ik schrik net wel even, want er zit hier dus wat tussen zijn benen. En dan denk ik maar, nou, het is maar goed dat ik een raaien ja, echt wel heel vaak poets, want als je een paard niet zou poetsen, dan zou je het niet eens hebben gezien. Maar kijk, ik heb dus het idee dat hier een teek zit. Dit is dus tussen zijn voorbenen. Ja, het heeft natuurlijk ook een andere kleur dan zijn vacht, dus het valt wel op. Maar ik zie ook een paar hele kleine pootjes, maar dat durf ik er niet zomaar af te halen. Daar moet je een speciale tang voor hebben. Nou, ik had dus niet gehoopt om mijn EHBO-kist nu alweer aan te raken. Maar oh hier, kijk. Oké, het is geen tekentang, maar wel een pincet. Dat kan hopelijk ook werken, want je moet een teek niet pletten. Oh, jongens! Een teken!
tikketang, woe! Ik heb bij Bunny wel eens teken eruit gehaald. Er heeft een keertje een teek bij Bunny's oog gezeten en een keertje in zijn wang. Dus weet gelukkig een beetje hoe het werkt helaas. Hey Peerdy, we gaan eens even een teek bij jou weghalen. Hoe krijg je die nou weer daar? Ja, hallo, kijk! Oké, Ur, blijf staan, anders dan gaat het niet lukken. Ah, gut, ik raakte hem aan. Oh ja. Ur. Ik heb je gered, ouwe. Ik was overgegaan naar de tang, want dan kon ik wat meer kracht zetten. Maar kijk, daar zit hij. Het is me gelukt. Ik heb hem in zijn geheel er goed uitgehaald. Ja, ben je blij dat ik hem heb weggehaald? Ja, volgens mij is het niet zo dat een teek gelijk gevaarlijk is bij paarden. Maar ik ga het plekje wel even schoonmaken met water. En ik heb hier nog wat betadine wat ik op ga doen. En wauw, wat zit mijn haar mooi. Oké, Peerdy. Fixed. Nou, inmiddels zijn we onderweg, maar ik wil gelijk nog even een handige tip meegeven. Want op internet las ik dat je de datum wanneer je de teek hebt gevonden goed moet opschrijven. Stel, Uraya die gaat zich over een paar dagen anders gedragen. Nou, dan kan je dat misschien wel herleiden met die tekenbeet. En laat ik toevallig daar nou net de perfecte gratis app voor hebben. Dit is namelijk een app en hierin kan je alle gezondheidsgegevens van je huisdieren, maar ook van je paarden bijhouden. Ik gebruik deze app al bijna 4 jaar en hij is gratis te downloaden. Ik zet de link in de beschrijving. Maar je kan ook bijhouden wanneer de hoefsmid is geweest, wanneer de dierenarts is geweest of je paard is gevaccineerd. En de tekenbeet heb ik er ook in gezet, want dat is blijkbaar ook belangrijk. Dus deze app is nu gratis te downloaden via de link in de beschrijving. Ik werk ook samen met de makers van deze app, want ja, ik ben ontzettend blij met hoe die werkt. Dus ik hoop dat jullie er ook gebruik van gaan maken. Goed zo. Zachtjes, zachtjes, niet te hard. Wow, oh joh. Hij heeft nou de smaak te pakken hoor jongens. Oké, ik ben niet gevallen. Ik moest gewoon even de GoPro checken of die het nog steeds doet. Als het goed is, dan zijn we zo bij het drafstukje. De snelheidsmeter lijkt het te doen, dus ik hoop dat het werkt. Maar ik heb bij Uraya even een pollennetje opgedaan. Want hij begon weer last te krijgen van zijn pollenallergie. Ja, alle bomen die beginnen nu helemaal uit te komen. En Uraya die heeft daar een beetje last van. Maar dit neusnetje, dat helpt hem gelukkig wel. Maar als het goed is paard, dan zijn we er nu. Yes! Ja! Kijk, helemaal vrij. Dus we gaan een stukje die kant op en dan kunnen we dit helemaal draven. Dat is toch fantastisch, jongen? Ja, we draaien. Ja, ja, oké. Ja, heb je er zin in? Laat maar eens zien, jongen, wat voor draver er in jouw verscholen zit. Ja, want Uraya is ook een draver, dus hij gaat nou eens even laten zien hoe snel die kan draven. Goed zo. Ja. Hey, let's walk this way. Ja, maar wow. Goed gedaan. Goed zo, wat ga jij lekker, jongen. Oké, nog een ronde. Kom maar. Goed zo, ja. Goed zo. Ja, goed zo. Ja, heel braaf. Goed gedaan. Oh, wat knap voor jou. Ja, oh, ben je braaf. Soms is die wel eens heel snel. Maar nu was hij rustig snel. Ja, dat klinkt ook raar, maar... Nou, we kunnen hier nog 1 keer draven. Maar niet te hard, want hier zitten bochtjes. Dus hier kan je draven, maar niet te hard. Niet te hard. Niet te hard. Ja, braaf. Goed zo. Kom maar. Het hart, mensen, let op mensen. Goed zo, ja. Goed zo, ja. Heel goed. Goed zo, jongen. Heel goed. Oh, nou jullie hebben het gezien. Uraya die heeft echt als een kanon gedraafd. Hij ging zo hard. Hij vindt het ook zo leuk om zo hard te draven. Daar doe je hem echt een heel groot plezier mee. Maar hopelijk kon je dat wel zien op de video.
heb je het goed gedaan, hè. Oh, ben jij een trots jongen. Ja, hallo, kijk eens. Hoi, goed zo. Ik heb je eten. Ja, kijk eens lievertje. Oh, dat heb je meer ook verdiend. Goed, ik ben weer thuis zoals je kan zien. En meestal als ik natuurlijk thuis was, ja, in de vlogs, dan was Bunny natuurlijk te zien. En dit is eigenlijk de allereerste vlog dat Bunny niet meer in de vlog thuis is. Dus dat voelt wel een beetje raar. Maar ja, daar is deze vlog dus ook een beetje voor om jullie bij te praten. Ja, over hoe het nu allemaal is en misschien een nieuw konijn. Maar als eerste heb ik wel iets heel erg moois om te laten zien. Toen het nieuws natuurlijk bekend werd gemaakt dat Bunny is overleden. Nou, toen stroomde mijn postadres vol met echt de meest lieve tekeningen, brieven, kaarten. Ja, echt alles. Het is echt zo mega lief om te zien hoe erg jullie hebben meegeleefd. Kijk, zoveel lieve tekeningen en brieven. En kijk nou, Bunny allemaal getekend. Ook hele lieve kaartjes. En ik had ook zelfs nog bloemen gekregen van Slijg. Echt super lief. En dat kaartje is nog van de dierenarts. Maar kijk, deze trouwens ook. Heeft iemand hier zo Bunny in zijn tipi-tentje gemaakt. Kijk, en trouwens ook nog eentje van Snuf. En oh, het is zo ontzettend aardig allemaal. En ik had dit rekje nog. Want dan dacht ik, dan doe ik daar de tekening op. En dan kunnen we een mooi herdenkingsplekje voor Bunny maken. Alleen, het zijn er nu zoveel dat het gewoon niet op dit rekje past. Dus dit rekje, daar gaat het niet op passen. Daar moet ik nog eventjes wat voor gaan verzinnen. Maar ik wil wel even zeggen dat ik het super bijzonder vind om te zien hoe erg jullie allemaal meeleven met ons. En ja, al deze brieven, tekeningen, alle comments onder de video. Echt bizar lief hoeveel lieve reacties wij van jullie allemaal hebben ontvangen. Dus een dikke dank jullie wel ervoor. Dat geeft heel veel steun, want ja, zoals ik al heel vaak heb verteld, was Bunny een super groot onderdeel van ons gezin. Hij was echt ons grootste maatje hier in huis. Ja, jullie kennen hem allemaal wel. Hij was echt super bijzonder voor ons, maar natuurlijk ook voor jullie kijkers, want hij heeft op mijn YouTube kanaal ook een hele grote rol gespeeld. En ja, als hij natuurlijk best wel vrij onverwachts overlijdt, dan ja, zijn we natuurlijk daar wel heel erg verdrietig om en we hebben niet zulke hele leuke weken gehad. Moet ik zeggen, dit is voor het eerst dat ik me nou een beetje goed genoeg voel ook om deze vlog te maken en om überhaupt ook de brieven allemaal te zien. Want toen ik voor het eerst een brief, ja, van jullie ontving over Bunny, moest ik gelijk huilen en kon ik de rest eigenlijk niet meer lezen. Dus een dikke dankjewel naar iedereen die ook maar een comment heeft geschreven, een tekening heeft gemaakt of een brief heeft gemaakt. Dat betekent echt heel veel. Bedankt. We hadden er natuurlijk voor gekozen om Bunny te begraven in de tuin. En omdat jullie natuurlijk zo erg meeleven met Bunny, wil ik wel even laten zien wat voor plekje we Bunny hebben gegeven. Mensen die zullen misschien het plekje nog wel een beetje kennen. Want dit is namelijk ook het plekje waar Snuf ligt begraven. Bij deze mooie groene plant die nu echt ook hele mooie bloemetjes krijgt. Is het plekje van Bunny en Snuf. Dat bloemetje dat had mijn vader gekocht. Echt super lief. En die twee konijnenbeeldjes die hadden we nog. Kijk, die staan er ook bij. En dat lampje, een van die twee, die gaat s'avonds ook nog aan. Zodat er ook nog wel een beetje een lichtje is. En dat bakje daar, dat was natuurlijk Snufs oude drinkbakje. Daar drinken nou de vogeltjes graag uit. Ja, het is toch wel heel gek. Ik kan soms nog niet altijd geloven dat Bunny is overleden. Maar zoals je hier misschien een beetje kan zien, is het wel een mooi plekje. Want deze struik die begint echt hele mooie roze bloemen te krijgen. Kijk maar. Ja, het plekje dat is wel heel mooi. Maar we hadden natuurlijk liever niet gehad dat Bunny hier had gelegen en dat er nog heel wat jaren van hem hadden kunnen genieten. Maar ja. Nou, ik heb nu wel echt een hele bijzondere video achtergrond zo. Alle mooie kaartjes en tekeningen voor Bunny. Maar ik wilde jullie natuurlijk even bijpraten. Nou, ik heb natuurlijk al verteld hoe het nu inmiddels een beetje gaat. Maar een van de meest gestelde vragen is toch wel, komt er een nieuw konijn? Maar ik snap natuurlijk wel dat mensen die vraag hebben. Want ja, we hadden natuurlijk eerst Bunny en Snuf. En nu hebben we gewoon helemaal geen huisdieren meer. Ja, tuurlijk, ik heb Uraya. Gelukkig heb ik Uraya, maar dat is natuurlijk geen huisdier. En ja, wij hebben er natuurlijk ook even over nagedacht, hè. Van, goh, gaan we een nieuw konijn nemen? Het zou super leuk zijn. Wij zijn echt dol op konijnen. En we zouden het nog steeds ook heel erg graag willen. Maar goed, een huisdier, dat neem je natuurlijk niet voor een paar weken. Een huisdier neem je voor een paar jaar. Geldt ook voor konijnen. En als wij nu zo af en toe op vakantie gingen, dan ging Bunny natuurlijk logeren bij opa en oma. Vond hij helemaal fantastisch. Dat ging helemaal goed. Het was leuk. Maar mijn opa en oma, die worden natuurlijk ook een dagje ouder. Die zijn echt in de 80 jaar oud. En stel, wij nemen nu weer konijnen. Die heb je natuurlijk wel een paar jaar lang. Ja, dan wil je natuurlijk ook wel een keertje op vakantie. Maar dan kun
kunnen wij niet nog jarenlang aan mijn opa en oma gaan vragen van goh, kunnen de konijnen bij jullie logeren? Die worden gewoon echt een dagje ouder. En zeker, Bunny was natuurlijk echt wel een beetje een gelukskonijntje. Die was thuis super braaf, ook bij opa en oma. Hij heeft nooit kabels doorgebeten. Wel af en toe aan het kleed geknaagd bij opa en oma. Maar goed, niet iedereen is geschikt als oppasadresje voor een konijn. Dus met vakanties ging het nu wel goed, want Bunny ging naar opa en oma en dat vond hij super leuk. Maar ja, met een nieuw konijn is dat toch weer anders. Je weet niet hoe ze zijn. Opa en oma worden ook een dagje ouder, dus dat is eigenlijk de reden waarom we nu voorlopig even geen nieuwe konijnen nemen. Ik zie mijzelf sowieso ooit weer een keertje konijnen nemen, want ja, konijnen hebben echt mijn hart gestolen. Ik vind ze super leuk. Ik zal ook eerlijk zeggen, we hebben af en toe al even gekeken bij dierenasiels wat voor konijnen er waren om misschien toch weer konijnen te adopteren. Want dit is ook wel belangrijk, als jij ooit graag een keertje een konijn zou willen, kijk alsjeblieft bij de dierenasiels, want die zitten overvol met konijnen. Die wachten op een lief huisje en gaan niet naar een dierenwinkel. Konijnen in een dierenasiel, die hebben echt jouw hulp harder nodig. Er zitten zat lieve konijnen, dus ook als wij ooit een keertje een konijntje zouden willen nemen, dan gaan we hem adopteren of ergens ophalen, niet uit een dierenwinkel. Bunny was gewoon echt een heel geluks bijzonder konijntje. Ik hoop ooit dat we weer zo'nzelfde lief konijntje als Bunny kunnen vinden, maar ja, voorlopig helaas even niet. En dat is wel jammer. Gelukkig hebben we Uraya nog in de vlogs en ja, je weet hoe het met Bunny is gegaan. Die kwam heel plotseling op ons pad. Dus misschien zitten we hier volgende week ineens weer met een konijn wat we plotseling hebben opgevangen. Maar ja, dat is natuurlijk, dat gebeurt niet zo vaak. De vlogs gaan nu weer verder, maar helaas zonder Bunny. Maar ik ben wel heel blij dat we zoveel mooie herinneringen en video's en vlogs en foto's, filmpjes aan Bunny hebben. Dus ik hoop dat jullie deze update video alsnog heel erg leuk vonden. En ik blijf natuurlijk gewoon doorgaan met de YouTube vlogs. We gaan zien wat er allemaal gaat gebeuren. Ik zou het leuk vinden als je nog abonneert op mijn YouTube kanaal. Je kan nog een duimpje omhoog doen bij deze video. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Dank jullie wel.